Bloeddruk is de druk in uw bloedvaten. Als uw hart samentrekt en zo uw bloed het lichaam instuwt, is de druk in uw bloedvaten op zijn hoogst. Dat heet de bovendruk. Als uw hart daarna weer ontspant, dan ontstaat er een lagere druk. Dat noemen we de onderdruk. Uw bloeddruk wisselt voortdurend. Als uw hart rent, is de bloeddruk hoger dan wanneer u rustig zit. Om uw bloeddruk goed te kunnen meten, moet u eerst minimaal 5 minuten rustig zitten. Een voorbeeld van een normale bloeddruk, terwijl u rustig zit, is bovendruk 130, onderdruk 85. Om te weten of iemand een hoge bloeddruk heeft, kijken we vooral naar de bovendruk. Er zijn meerdere metingen nodig om te kunnen zeggen of iemand echt een hoge bloeddruk heeft. 2 of 3 metingen op dezelfde dag en ook nog eens op verschillende dagen, gedurende enkele maanden. Als de gemiddelde bovendruk 140 is of hoger, dan spreken we van hoge bloeddruk. Bent u ouder dan 80 jaar, dan spreken we bij een gemiddelde bovendruk van 160 pas van hoge bloeddruk. Van hoge bloeddruk merkt u meestal niets. Heel soms kan iemand bij een extreem hoge bloeddruk duizelig zijn, wazig zien, hoofdpijn hebben of zelfs braken. Hoge bloeddruk is geen ziekte, maar een jarenlange hoge bloeddruk geeft een grotere kans op hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarct of een beroerte. Naast hoge bloeddruk zijn er nog andere factoren die de kans op hart- en vaatziekten vergroten. Voorbeelden zijn roken, een hoog cholesterol, veel stress, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging. Rookt u? Maak dan een plan om te stoppen en bespreek het met uw huisarts. Niet iedereen met hoge bloeddruk heeft medicijnen nodig. Stoppen met roken, veel lichaamsbeweging, gezond eten, zo nodig afvallen en dagelijkse ontspanning zijn dan voldoende. Bloeddrukverlagende medicijnen worden altijd aangeraden bij een gemiddelde bovendruk van 180 of hoger. Bloeddrukverlagende medicijnen worden ook vaak gegeven als u een hart- of vaatziekte heeft of heeft gehad en als u diabetes mellitus heeft. Een gezonde leefstijl blijft altijd van belang, ook als uw bloeddruk niet meer hoog is.